Nou maar ja, we zijn inmiddels, wat zal het zijn, een uur of zes in China. Wat is je indruk tot dusver? Ja, leuk. Ik moet zeggen, apart om hier te zijn. Je komt hier natuurlijk niet vaak. En, ja, de eerste training hebben we gehad. Ik moet zeggen, het is een beetje wennen met natuurlijk met een beetje jetlag. Voelen we wel, moet ik zeggen. Nu, normaal gesproken zouden we de nacht doortrekken, maar die hebben we natuurlijk in het vliegtuig gehad. En, maar ja, op zich, je past je wel snel aan. Het is een trip die natuurlijk in het teken staat van voetbal, maar ook wel van commercie natuurlijk, van commerciële belangen. Wat verwacht je van de week? Ja, ik sta overal voor open, ik zie het wel. Volgens mij gaan we een aantal dingen bezoeken. We zullen vast wel nog de stad even ingaan, een beetje om ons heen kijken. En ja, ik ben benieuwd wat ons te wachten staat. Hoe is de afgelopen week geweest? Zwaar. Ik denk dat het niet. ik denk dat het ja, moeilijk uit te leggen is. Ik ben echt even 3-4 dagen was ik er ziek van. Was ik ook helemaal offline overal. Je kan me moeilijk vinden, behalve mijn ouders, broertje, zusje. Die wisten waar ik was en dat was thuis. En ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk, elke keer als de Eredivisie opkwam, tv, andere zenden. Je zag op Instagram of waar dan ook, zag je af en toe filmpjes van PSV en de huldiging. En screende ik zo snel mogelijk door. Dus dat soort dingen, dat doe ik dan wel. Dat was allemaal te pijnlijk, echt? Ja, je weet dat jij de schaal in de hand had. En als je dan ziet dat PSV ermee staat, dan doet dat wel pijn, ja. Is deze week een goed medicijn om die kater van de Graafschap te verwerken? Nou, kijk, je bent als team ben je samen. En je focust je voornamelijk ook op andere dingen, niet alleen op het voetbal. We hebben wel 3 trainingen en een wedstrijd. Dat is natuurlijk ook belangrijk om dat goed af te sluiten. Maar buiten dat ben je ook bezig met andere dingen. Dat is wel eens goed af en toe. Er was ook nog ander nieuws natuurlijk afgelopen week. Het nieuws van de trainer die vertrekt. Hoe heb je daarop gereageerd? Ja, dat is niet leuk natuurlijk. Je weet dat de trainer een goede trainer is. Kan goed met de jeugd omgaan. Ja, heeft zoveel successen behaald binnen Ajax. En heeft mij ook gehaald. En dan is het nooit leuk als de trainer vertrekt. Maar tegelijkertijd heb ik ook al eerder gezegd, gun je hem wel de stappen omhoog omdat hij het verdient en hij is eraan toe. Deze week is dan het afscheid van de Boer natuurlijk. Gaat het nog speciaal worden? Doen jullie daar nog iets aan? Hoe gaat die week zijn, zeg maar, zijn laatste week? Nou, het zal vast wel iets speciaals worden inderdaad. Omdat hij is lange tijd hier trainer geweest. Heel veel jongens hebben hem ook in de jeugd gehad. Dus het zal niet zomaar even doei doei worden. Het wordt wel een speciaal afscheid.